Karamankoy, het zwarte dorp midden in helemaal niets, in het noordwesten van Aziatisch Turkije. Op een tiental kilometer ligt Balıkesir, een handelscentrum, de grote stad. Istanbul, een nacht per lijnbus, is de poort naar Europa, dus naar alles wat Karamankoy niet heeft. Ankara lijkt het einde van de wereld. Het dorp hier leeft vooral van de zonnebloementeelt en van lichte veekwekerij. Hier worden de gedroogde zonnebloemen ontpit. Het zwart vooraan zijn de pitten die zo gegeten worden of gezouten. De rest van de plant wordt geperst tot olie of geplet tot veevoeder. De stokken dienen als brandhout. Een erg economische plant dus. Dat mag ook wel, want Karamankoy is niet rijk. Voor 2 jaar werd er elektriciteit gelegd. Dit jaar wordt een waterleiding, inclusief afvoer, verwacht. Typisch is deze herdersmantel die bijna dienst kan doen als tent. Jonge mannen kunnen herder worden, een duur handeltje overnemen, soldaat worden of uitwijken. Vele werken in Duitsland, Nederland en België. Heusden, 3 Turkse straten, dat wil zeggen.